Zojuist is bekend geworden dat de coronamaatregelen van het kabinet met enkele weken worden verlengd. Enkele weken dat we in onvrijheid moeten leven. En dat is heftig nieuws voor ons allemaal. Het is superbelangrijk dat het kabinet dit besluit heeft genomen. Want we doen het op de allereerste plaats voor onze volksgezondheid: om de verspreiding van het coronavirus verder af te remmen en de piek op onze zorg en op onze ziekenhuizen verder af te vlakken. Ik denk ook dat niemand in Nederland er tegen is dat die strenge coronamaatregelen met strakke handhaving nog enkele weken worden verlengd. Maar het zal voor velen van ons ook even slikker zijn. Want in het begin leek het misschien leuk dat we wat meer thuis moeten zijn, wat meer tijd hebben voor elkaar en wat meer tijd hebben voor Netflix. Maar nu we allemaal al een paar weken in die thuisquarantaine zitten, kom je er ook achter dat het soms best pittig kan zijn. Als je niet meer naar school kan, onzeker bent over wanneer je examens kan doen, niet meer naar je werk kan en onzeker bent of dat je over een tijd nog hetzelfde inkomen hebt als dat je nu binnenkrijgt. Of als je als ouders opeens ook thuisdocent bent en je kinderen elke dag goed onderwijs moet verzorgen. Ik denk vooral ook aan al die mensen die nu niet naar een opa en oma kunnen, omdat verpleeghuizen geen bezoekers meer ontvangen of mensen die mantelzorg verlenen voor mensen met een grotere afstand tot de samenleving en die afhankelijk zijn van die mantelzorgers. Dat zijn hele heftige tijden met die strenge coronamaatregelen. Ik denk dat we er ook allemaal naar snakken dat het niet onnodig lang gaat duren. We kunnen daar allemaal ons steentje aan bijdragen door ook in de komende weken ons aan de anderhalve meter afstand te houden en zo min mogelijk sociaal contact te hebben, zodat we de verspreiding van het coronavirus echt kunnen stoppen. En denk in deze weken ook. Even aan die buurvrouw, dat familielid of die vriend die het misschien wat zwaarder heeft tijdens deze periode van sociale isolatie. Stuur elkaar wat vaker een appje, bel elkaar even op. Of organiseer via een van de vele apps een gezellige pubquiz met elkaar, zodat we met elkaar, voor elkaar, door deze coronacrisis komen.